Hebben we daar ingehuurd als we dus een concierge moesten zeggen? Want die raadsleden die blijven wel hier. En dat is de bedoeling. Het is een lijstcomité. Het is boekenweek geweest, het is onderwijs zijn we allemaal. En we gaan even een lijstcomité houden. We hebben mensen ik heb al schriftjes meegenomen en ik krijg wie er allemaal mee wil doen. Nou, wie er allemaal mee wil doen, die doen we allemaal mee. Yeah. Ik heb de schriftjes al, die deel ik al wel eens uit. Leuk. Dat gebeurt heel veel bij dictees. Dan ga je erover nadenken en dan ga je alles wat je goed had geschreven enzovoort. Maar als je echt de fouten ziet, dan wel. Meneer de Buf, ga je al gestemd, Tom? Natuurlijk, mij, zotte pillendoos. Ik heb te lang een kruis geplaatst. Jij hebt toch overal Mertan, hè? Je lijkt het wel een tetelan. De politiek moet nog komen, aparte kluivenduiker. Je, Kamerkop, je hebt wel veel praats voor een hapje zalf. Tuurlijk gaat ik aas nog stemmen. Na de huspot doet ik bedenk mijn mus op en schuif mijn papier in de bus. Maar motlap, je zegt toch zelf eens iets over dat je een kruis hebt gemaakt? Ja, toch niet dan? Hoe zit het dan, je, lampendanser? Jawel, je, hanepen. Dat doe ik altijd op de Haarlemstraat als ik langs de Koeliekerk loop. Jawel, je, hanepen. Dat doe ik altijd op de Haarlemstraat als ik langs de Koeliekerk loop. Ja, hij zat erin. Ja, eerlijk gezegd. Mij wat een zotte praat dat jij altijd verkoopt, Hollewaai. Nou, maar ik ga weier, want ik moet nog zure bulten en lamberdaan halen. Hallo dan maar, ik ga het ook, want die van mij wacht op zijn aardappels. Wil ik even kijken of u allemaal die naam op het schriftje heeft gestegen? Nou, de beste methode is als u even wilt gaan staan allemaal, alle deelnemers. Ja. Op het lijntje voelt niet zo. Oké, Dennis. Wilt u gaan zitten als u tussen de 45 en 50, vanaf 45 tot en met 50 punten hebt? Wilt u gaan zitten? Tussen de 45 en 50. Dat is er 1. Heb ik er nu? Nee, toch? Ja. Wilt u gaan zitten als u tussen de 40, vanaf 40, 41 enzovoort, tot en met 44 bent? Wilt u gaan zitten als u van 35 tot en met 39 bent? Wilt u gaan zitten als u van 30 tot en met 34 bent? Wilt u gaan zitten als u van 25 tot en met 29 bent? Kijk hier op. Ja, dat is goed. Ja, daar komt je schrift in. Ja. Wilt u gaan zitten als u 24 hebt? 23. 22 hebt? 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. Ben je
beter. Ik moet hem natuurlijk even laten controleren. Valse bingo. En net daar, gezien zijn reputatie moet het wel goed zijn. Daar ga ik ook even van uit. Maar ik wil wel even laten weten dat hij 10 fouten heeft gescoord. Dus dat is, ik denk eigenlijk heel goed. Maar ik vertel nu even toch graag wat jij mij daarnet verteld hebt. Zie je dat goed? Hij is een van de beroemde dictéhangers in Nederland natuurlijk. Hè. En hij heeft net ook verteld dat hij niet de enige is die daar werk en sport van maakt. Maar hij heeft vorige week in Utrecht zijn 100ste overwinning behaald. En toen had hij van het filmpje van Cor gezien, of de oproep van Cor gezien. En toen dacht hij, ja, in mijn eigen stad moet ik toch wel meedoen. Dus hij dacht... Wat zou het leuk zijn als dit dan in mijn eigen stad, in mijn eigen taal, de 101ste overwinning wordt. En dat is het ook geworden. Ik heb hem nog wel aan natuurlijk. Heeft er iemand 11 fouten? 12? Ja. Ja, oké. Dat zijn 2. Er is een prijs, hebben we begrepen, en die gaat nu uitgereikt worden. Ben je nou wel klaar met het kijken? Ja. Deze zijn hartelijk bedankt en gezegd. Ik moest twee deze kant ook. Ja. Ja, even kijken. Ja, in tegelijk. Even kijken. Ja. Oké, en nou van de hand. Peter, ik heb voor jou ook nog iets een cadeau meegenomen. Het is een. Pieter? Het hoort een beetje bij oud-leiders.